en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, poging 2. Ik moet zelf denken, poging 2. Heb jij het ook in godsnaam over? Nou, ik was hier gisteren ook al. Had gisteren hier 20 minuten opgenomen. En toen de opname klaar was, toen zette ik de camera uit. En ik dacht, nou, mooi zo. Goed gelukt. Het was echt een leuke vlog was geworden. Ik had er wel een goed gevoel over. Ik denk, nou, hè, het is gelukt. Mooi, hij staat erop. En hij deed al heel erg vreemd. Toen ik probeerde de camera weer uit te zetten, deed hij al heel erg raar. Ik denk, raar. Ik zal eens even kijken of dat ik hem terug kan vinden. Want ik heb dan zo'n functie erop dat ik terug kan kijken. Dat deed hij niet. Nou, dat heb ik wel eens vaker gehad. Toen dacht ik ook van, shit, en dan ben ik de Sjaak. Nou heb ik voor niks opgenomen. Dus ik denk, nou, dan kijk ik thuis wel eventjes. En toen kwam ik thuis en toen heb ik gewoon voor niks opgenomen. Dus vandaar poging 2 vandaag. Nou, gisteren was de steiger bezet. Toen dacht ik, ja, ook al weg. En ik denk, nu zag ik dat het hier vrij was. Ik denk, dan ga ik hier ga ik opnemen. En wat denk je? Oh, kom weg. Is de hele steiger gewoon helemaal weg. Gewoon helemaal afgebroken. Heel de steiger weg. Dus we moeten maar een ander plekje gaan zoeken. Oh, kom weg. Hoe kan dat allemaal? Nou, ik wou het weer hebben over van het weekend. Ik had van het weekend allemaal mooie plannen. Ik ben afgelopen weekend niet naar de Efteling geweest. Dat had ik al in de vorige vlogs al gezegd. Toen dacht ik bij mijn eigen, nou, ga ik een leuke buitenvlog opnemen. 2, zaterdag en zondag, ga ik een leuke buitenvlog opnemen. Ik heb meid verrotten. En zaterdag was het alleen maar regen. Heb ik ook alleen maar geslapen, want ik was doodmoe. En zondag... Toen regende het ook, dus dan kon ik ook weer niet filmen. Het is dat toch allemaal, jongens? Ook al niet. Dus vandaag, nou weet ik niet meer dat plekje waar ik gisteren was. Ik zat gisteren op een heel mooi plekje, maar die kan ik niet meer vinden. Ook al weg. Maar, ik loop nou door het hoge gras heen. En het is lekker, want het heeft natuurlijk geregend. Dus ik heb nou godverdorie psychnatte schoenen heb ik. Psychnat. En van het weekend is dus helemaal niks terechtgekomen. Helemaal noppers, nakka. Vrijdag ga ik wel naar de Efteling toe. Daar heb ik daar nog even een mededeling over. Want ik had een poel aangemaakt. Oh, nou zeg ik het toch al. Nou, laat ik dan maar gelijk verder gaan. Ik had gisteren een poel aangemaakt op Twitter. Die poel duurde 24 uur dus. Als jullie deze... Ja, de poel is inmiddels ook al afgelopen. Dus, je kunt niet meer stemmen. Ik denk zelfs dat als jullie deze vlog zien, dat ik ofwel in de Efteling ben die dag, of ik ben alweer weg. Dat het alweer een paar dagen later is. Kan allemaal zomaar gebeuren. Dus ik had in ieder geval poe aangemaakt van, jongens, wat willen jullie nou? Willen jullie een leuke vlog van... Gewoon één vlog van 90 minuten. Of willen jullie een vlog eigenlijk over de gehele dag? En dan in delen. Nou, jullie hebben best wel massaal gereageerd. Ik had echt zoiets van zo. Waren aardig wat stemmen uitgebracht. Positief verrast. En jullie hebben massaal gekozen voor lekker veel vloggen. En lekker veel opnemen. Dus... Gaan we dat doen? Ik zal alle batterijen opladen. En dan ga ik gewoon lekker filmen. En dan zie ik wel wat ik allemaal opgenomen heb. En wat voor delen ik het allemaal kan proppen. Oh, daar was het ergens. Waar ik gisteren was. Maar in ieder geval veel vloggen. Veel video's. In ieder geval hartstikke leuk. Toch? Ja, toch? En volgens mij staat het beeld van mijn camera weer een beetje... We gaan het dadelijk wel zien allemaal. In ieder geval ga ik dus heel veel vloggen. Ja, ik had iets van ruim 32 stemmen had ik al. En
Ja, dat is me wel positief verrast eigenlijk. Ja, hier was ik gisteren. Hier had ik gisteren het eerste stuk opgenomen. Zondag zette ik ook de computer uit. En toen heb ik even gekeken dat er nog berichten waren. En weet ik voor allemaal, al mijn gezeik allemaal. Toen stond ik op 390 abonnees. En ja, ik de andere dag gewerkt. Ik kwam thuis van mijn werk. Ik zet de computer aan. En ik kijk op mijn teller. Ik denk, huh? Ja, dat dacht ik inderdaad. Ja, ik dacht, huh? 400 abonnees. Ik denk, in één dag tijd 10 abonnees erbij. Ik denk, dat kan gewoon niet. Dus ik refresh die pagina, weet je wel. Nou, bleef gewoon zo staan. Bleef gewoon op 400 abonnees staan. Ik denk, nou, dat is mooi. Nou, hier was ik dus gisteren ook. Was eigenlijk niet meer de bedoeling om vandaag terug te komen. Maar ik kan weer het hele riedeltje kijk, weer overnieuw opnemen. Dit was dus ook waar ik gisteren het laatste stuk heb opgenomen. Dus ik was echt verbaasd. Ik dacht echt zoiets van, jeetje zeg. Nou moet ik wel oppassen met wat ik zeg. Er zijn wel eens mensen geweest in het verleden. Die maakt ook een jubelvideo van joepie. Ik heb zoveel abonnees. En toen was er een grapjas bij. Die had dus allemaal fake accounts gemaakt. Hem naar een bepaald aantal abonnees laten draaien. En toen de jubilaris filmde was van joepie, ik heb eindelijk zoveel abonnees heb ik eindelijk. Toen heb hij gewoon al zijn fake accounts weer terug laten zetten. Hé Kevrijts. Ja, dat kan ook gebeuren. Dus ik moet niet te hard gillen. Ja, dan ben ik natuurlijk gelijk weer allemaal 400 abonnees kwijt natuurlijk. Dat zal je net zien. Maar hey, kijk nou, hier is een plek. En overal is het hoog gras. Kijk, en hier heb ik gisteren gestaan, want je ziet nog aan het gras dat het hier nog allemaal plat gestampt is allemaal. Maar in ieder geval, toen was hij zijn abonnees kwijt, dus ik moet niet te hard gillen. Dadelijk ga ik ook van joepie, ik heb 400 abonnees. En dan trekken ze de handen weer terug en dan heb ik weer ineens 390 abonnees of 360 abonnees. Dat zou wat wezen, hè. Ben ik gewoon in één klap alles kwijt. Dat zou niet echt een leuke sport wezen. Dus, maar goed, in ieder geval vrijdag dus een extra lange video. Of een extra lange video ga ik opnemen. En het laatste Negenpleinenfestijn zal dus in een paar delen zijn. Ik weet niet hoeveel, want ik weet niet hoeveel ik ga vloggen. Maar ik zal in ieder geval heel veel gaan vloggen. Om zoveel mogelijk leuke dingen op te nemen. Normaal blijf ik ook altijd bij dezelfde. Staan we altijd elke keer. Staan we gewoon elke keer op dat Steenbokplein. Maar ik wil nou eigenlijk ook wel eens even nog wat meer dingen zien. Ik had gisteren of vandaag zat ik eigenlijk te kijken naar een video van onze echte, enige echte Harme. En dan zag ik ook dat het op bij de Vliegende Hollander daar zo. Dat was ook wel een leuke show. Met de statige stuurman. En dat wil ik eigenlijk ook nog wel even een keer zien. Nou, en Kevin die wil in ieder geval nog naar Ravelijn, 's avonds. Avond Ravelijn. Ook wel ontzettend leuk. En nog een hoop leuke dingen te doen. Dus ik denk dat ik een beetje zwervend ben de laatste. In ieder geval is ook de laatste show van. Dat is om 10 uur of zo. Dat is de laatste show van Jurgen die dag. Daar zal ik in ieder geval wel zijn. Maar ik denk dat ik voordat ik naar Jurgen ga, die andere uurtjes, gewoon een beetje gaat zwerven. Ravelijn showtje kijken. Naar de statige stuurman op. Wat is dat? Henautoplein of zo is dat volgens mij. Als ik het goed heb hoor. Gewoon alles een beetje kijken. Piranjaplein even kijken. Naar Piranjaplein nou niet echt zo. Want dat is nou niet echt mijn muziek dat rampetampen. Daar ben ik niet echt groot fan van. Maar
Zo, ik heb een zeiknatte broek. Gaat er helemaal nergens over. Maar ja, dat lijkt me wel grappig, lijkt me wel leuk. In ieder geval om toch een beetje een algemene indruk te geven. En dat is ook leuk voor op de vlog. Dat jullie een beetje alle pleinen een beetje zien. Natuurlijk zal ik ook nog even naar Jelle gaan. Op het Carnaval Festivalplein. En ja, dat lijkt me wel leuk. Lijkt me wel grappig. En ik heb er in ieder geval heel veel zin weer in. De zin is heel even weg geweest. Maar de laatste 9 pleinen van Stijn laat ik niet aan mij voorbij gaan. Ik ga toch aanstaande vrijdag er naartoe. Ik ga alleen met Ramon. Want Kevin, die moet eerst nog werken. Die had geen zin om vrij te nemen. En die wou gewoon gaan werken. En die wou pas na zijn werk naar de Efteling toe. Dus die zien we later pas in de vlogs. Ik ga in ieder geval samen met Ramon ga ik in ieder geval. En wij zullen er eerder wezen. In ieder geval eerder als Kevin. En ja, dat is wel ontzettend leuk. Is dat? Ontzettend grappig. Ik heb er wel ontzettend veel zin in om daar een leuke vlog op te nemen. Nou, het weekend is niet veel gedaan. Maar ja, af en toe is een beetje rust. Is af en toe ook even een beetje lekker. Dus ja, ik ben wel weer volgetankt voor een paar leuke vlogs te maken. Misschien ga ik van de week ook nog even een leuke vlog maken in op een geheime locatie, voordat ik naar de Efteling ga. Ik denk dat het morgenavond wordt. Ik denk dat ik morgenavond nog wel eventjes naar een geheime locatie ga om een leuke vlog op te nemen. Waar ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat zien we pas als ik er geweest ben. Een week later of zo, denk ik pas. Ongeveer. Zo ongeveer. En ja, ik ga in ieder geval een leuke video maken. En dan vrijdag, dan is het de Efteling. Een speciaal vrije dag genomen. Ramon heeft een speciale vrije dag genomen. En ik ga het, ja, ik ga vrijdag een beetje zwerven van de ene locatie naar de andere locatie. Om zoveel mogelijk leuke videobeelden op te nemen. Van een beetje een allround sfeer op het Negenpleinenfestijn. Want de laatste periode zat ik alleen eigenlijk maar op het Steenbokplein om daar te feesten. Maar het is ook wel eens leuk om inderdaad een Ravelijnshowtje 's avonds te pakken en nog even naar de statige stuurman te gaan. En ja, in ieder geval wel hartstikke leuk. Ik heb in ieder geval heel veel leuke dingen gezien. Wat ik nog niet gezien heb op het Negenpleinenfestijn. En ik ben al 6 keer geweest. Dan kun je dus al nagaan hoe vaak ik van het Steenbokplein af geweest ben. Niet vaak. Voor mij de eerste 2 Negenpleinenfestijnen hebben we wel rondgezworven. En de rest zijn we eigenlijk alleen maar op Steenbokplein geweest bij Jurgen om daar te feesten. In ieder geval de laatste feest van Jurgen, daar zal ik er wel wezen, dus om 10 uur. Ik val in de herhaling. Maar in ieder geval, bij mij gaat het in ieder geval goed. Ik heb niks te klagen. Ik had weer wat kleine hoogspinsoekjes, wat ik altijd heb. Maar dat is inmiddels weer voorbij gelukkig en ik ga gewoon weer leuke video's maken. Binnenkort komt er, want dit is natuurlijk het laatste Negenpleinenfestijn. Maar er komen in ieder geval nog een hoop leuke video's aan. Dus ga nou niet gelijk deabonneren als het Negenpleinenfestijn voorbij is. Want er komen nog een hoop leuke video's aan. Ik ga nog 2 keer op vakantie. Ik ga nog naar ergens in een bungalowpark. En ik ga nog een keer een weekend naar een bungalowpark. En welke 2 bungalowparks dat zijn, dat ga ik lekker niet verklappen. Dat krijgen jullie nog allemaal te zien. Daar ga ik helemaal niks over vertellen. Want dat vind ik eigenlijk leuker. En ook de datum ga ik nog niet vertellen. Jullie zien het wel als die vlogs, als die vlogs aanstaande zijn. Dan weten jullie van, oh, Marco is op vakantie geweest. Maar hij is alweer terug. Want ik denk als dat, ik weet eigenlijk wel zeker dat als de vakantievideo, de eerste vakantievideo is een week. Als die begint, dan ben ik al lang weer terug van vakantie. Dus ja, in ieder geval zullen jullie dan, ben ik dan in ieder geval weer terug. En dan zullen jullie in ieder geval denken van, oh, hij is op vakantie geweest, maar hij is alweer terug. Want de vakantievideo's zijn van tevoren natuurlijk opgenomen. Maar ik ga ook niet livestreamen.
ik ben even gestopt met livestreamen. Er komen bijna geen kijkers meer op mijn livestreams. En ik ben het eigenlijk een beetje, ja, als er geen livestreams, geen mensen op mijn livestream komen, dan is het allemaal wel leuk om te livestreamen en om live te zijn. Maar mijn laatste livestream was 1 persoon. En ja, ik ga niet voor 1 persoon livestreamen, dat doe ik niet. Wel GTA, dat trekt nog wel kijkers, denk ik. Hoop ik tenminste. Het is natuurlijk een hoop gebeurd de afgelopen periode. Maar jullie hebben het al gezien dat ik alweer 1 livestream gedaan heb van GTA. En ik heb nog steeds cameraproblemen, jongens. Hij valt elke keer uit. Ik heb nou even een ander SD-kaartje genomen. Ik dacht dat het aan mijn SD-kaart lag. Dus ik doe nog even deze. Normaal heb ik 2 SD-kaartjes. En ja, deze SD-kaart die doet het voorlopig nog. Ik ben nu al. Daarnet viel die heel even uit trouwens. Dat hebben jullie misschien kunnen zien aan de knip of zo. Maar ja, jullie zien wel meer knip in deze video van de knip. Foute verspreking en zo knip ik allemaal uit. Maar ja, hij stopt niet. Ik denk dat er echt iets met mijn SD-kaart aan de hand is. Overigens ook mijn excuses nog voor de afgelopen 2 vlogs waar je wit beeld had. Ik had de camera verkeerde camera-instelling had ik gedaan. En ik had er ook wel een vlog over gemaakt. Mijn excuses hiervoor. Ja, erg stom dat ik hem op de verkeerde, stand had staan. Ik heb het al een keer eerder meegemaakt, toen dacht ik dat mijn camera stuk was. Maar ja, er zitten verschillende standen op mijn camera. En ja, ik had de verkeerde, kan hem op de verkeerde stand staan. Daarom is de laatste Efteling vlog en de laatste Feyenoord vlog tegen Excelsior. Ja, die zijn eigenlijk. Die is eigenlijk mislukt, eigenlijk een klein beetje. Ik denk, ik had al een reactie gehad dat het wel meeviel. In ieder geval, hartstikke bedankt voor die reactie. Ik weet even niet meer wie het was. Want ik heb zoveel abonnees. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval bedankt. En toch leuk dat je de video kijkt. Dat jullie de video kijken. Ondanks dat het beeld niet echt van allerbeste kwaliteit is. Ik heb hem nou weer op de goede stand staan. En ik zal er nou erg in houden dat ik voortaan de goede stand gebruik. Ja, heb je dat? 11 september is er helemaal niks gebeurd in de Efteling. Ja, potverdorie. En nou ga ik eens eventjes weer een stukje lopen. En niet te veel over het gras heen, want ik word zeiknat hier in het klote gras. Ja, moet ik nou weer boos worden, ja. Dus het is ook wel allemaal wat, jongens. Oh, we gaan even zo lopen. Ik krijg de laatste lekker dictering krijgen. Ik loop gewoon even zo. Maar in ieder geval, ik heb er weer zin in. Ik ben weer helemaal volgetankt. Ja, even af en toe even een weekje rust moet ook even gebeuren. En ik moet ook door de week werken. Kijk, als je vrij bent de hele week, dan is het makkelijker om elk weekend in de Efteling te zijn. Maar Kevin, Ramon en ik, die moeten door de week gewoon weer werken. Oh, nou wordt het wel heel donker. Nou wordt het wel heel donker. Ik loop midden in de bushbus. Oh, kijk, hier hebben ze alles op riggels gelegd. Ik snap totaal niet waarom ik dat eigenlijk film. Kijk hier ook. Ik snap eigenlijk totaal niet dat ik film. Dat is ook zo lekker boeiend. Maar in ieder geval, zo, ik ga bijna op mijn mel hier ook. Ja, moet ik nou weer boos worden? Oh, sorry. Hoi. Ja, sorry hoor. Van een boze man naar me te kijken. Oh nee, er staat helemaal niemand. Nou ja, oké. Okay. Zou wel gebeuren, zeg, dat er ineens iemand daar staat. Maar ja, ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in. God, ik had 20 minuten film had ik. Maar ik weet niet wat ik gisteren allemaal verteld heb. Ik kan het ook niet meer terugkijken. Ik had zo'n leuke vlog gemaakt. Ja, alles helemaal naar de klote. Balen. En meestal is het zo dat als je het de eerste keer opneemt. Dat heb ik altijd dan in ieder geval. Als ik het de eerste keer opneem, is het leuker dan dat ik alles de tweede keer moet opnemen. En ik had het eigenlijk gewoon op een blaadje moeten zetten. Want ik ben nu alweer de helft kwijt wat ik gisteren allemaal verteld heb en gezegd heb. Maar ja, in ieder geval ga ik ook nog kijken voor een nieuwe camera. Had ik ook voor mij ook in een vlog verteld. Ik wil dus overgaan op een camcorder. Maar dat kan nog wel even duren, want ik moet eerst weer sparen natuurlijk. En deze camera is nog maar een jaartje oud. Deze camera moet ik in ieder geval bewaren.
Want als Feyenoord thuis moet spelen, kan ik geen camcorder meenemen. Dat mag niet. Camcorders zijn verboden. Ja. Dus dan moet ik toch mijn digitale camera voor de Feyenoord vlogs gebruiken. Maar dat maakt niet uit. Maar een dagje Efteling, een dagje Diergaarden, een dagje naar een geheime locatie. Een leuke locatie, een spannende locatie. Dan kan ik gewoon mijn camera meenemen. Is geen probleem. Koorden, ja, ik weet niet hoe dat zit. Misschien weten jullie dat. Laat even een berichtje achter in de comments. Het schijnt wel zo te zijn dat als je met de camcorder opneemt, dat het een stuk meer werk is. En zijn het andere bestanden, weet ik veel allemaal. Dat schijnt allemaal zo te zijn. Dus laat even een berichtje achter in de comments of dat het nou hetzelfde is met een digitale camera of een gewone camcorder. Dit is in ieder geval MP4. En ik heb echt geen flauw benul wat de bestand extensie is van een camcorder. Ik hoop ook gewoon MPG of MP4. Want dat is gewoon het makkelijkste werken en het makkelijkste editen. Nou, kijk eens wat we daar hebben. Hier hebben we Hekelingen. Het dorpje Hekelingen. Was vroeger een zelfstandig dorpje. Tegenwoordig is het gewoon onderdeel van Spijkenisse. Ga ik niet helemaal naartoe lopen, want daar heb ik echt helemaal geen zin in. Daar heb ik echt geen benul van. We gaan gewoon weer die kant op en dan loop ik gewoon weer richting huis. Dit is de Gatdijk trouwens. En ja, dat is de Gatdijk. En dan ga ik gewoon over de Gatdijk heen lopen. Er zal wel allemaal mensen gaan kijken, maar daar heb ik gewoon schijt aan. Ik ga gewoon door met filmen. Dan komen er weer natuurlijk weer allemaal mensen van. Hey, staat hij tegen de camera te lullen, wat is dat nou weer? Maar ik kan ook mijn bek houden, maar dat schiet gewoon niet op. Je moet gewoon alles kunnen filmen. Dat is trouwens ook wel lachen trouwens is dat eigenlijk. Dat in de begintijd, toen ik pas filmde, dan ben je echt ontzettend onzeker. En de eerste keren dat je filmt eigenlijk, zeg maar, dan heb je zoiets van ja, als je dan in het openbaar gaat filmen, dan zit je daar om je heen te kijken van, oh shit. Ze gaan, mensen die gaan naar me kijken, mensen die kijken me dadelijk aan. Van wat is dat voor een gek? Staat hij tegen een camera te kletsen? En staat hij daar in zijn eigen te lullen, daar zit te mompelen? Wat is dat toch allemaal? En hoe meer je eigenlijk vlogt, want ik doe het natuurlijk nu al meer dan een jaar. Doe ik het nu al. Op een gegeven moment stap je daar overheen en dan kan je heel makkelijk, kan je vloggen, zeg maar, en makkelijke dingen opnemen. In het begin ben je echt heel schuchter en dan denk je bij je eigen van, oh jee, weet je wel. Maar op een gegeven moment dan went dat wel, weet je wel. Dan heb je al zo vaak die camera in je handen gehad en zo vaak gefilmd. Dan heb je er op een gegeven moment heb je er gewoon schijt aan. Gewoon filmen met je op. En laat de mensen maar denken wat ze denken willen. Ik heb er gewoon schijt aan, we gaan gewoon filmen. Ja, heb je dat? 11 september in de Opera bij de Efteling. In ieder geval, na het Negenpleinenfestijn zal ik in ieder geval weer even wat minder naar de Efteling gaan. Maar niet voor lang. Want september, oktober, november zal ik ongeveer misschien maar 1 of 2 keer naar de Efteling gaan in die maand. En in december, dan hoop ik dat ik weer de hele maand vrij ben, net als vorig jaar. Vorig jaar was ik natuurlijk de hele decembermaand was ik vrij. En dan in december, dan zal ik wel weer vaker naar de Efteling gaan. Want dan begint de winter Efteling weer. En ook daar natuurlijk ga ik uitgebreid vloggen, filmen, leuke reportage maken. De winter Efteling. Ik ben vorig jaar natuurlijk maar 1 keertje in de winter Efteling geweest. Dat kwam omdat ik maar, toen had ik nog geen abonnement. Toen heb ik gewoon een los kaartje moeten kopen. En moest ik elke keer een kaartje kopen. Ook nog geen abonnement. En ik ga gewoon even zo lopen. Ja, laat ik het maar gewoon doen. En nu heb ik natuurlijk mijn abonnement. Dus nou is het makkelijk om naar de Efteling te gaan. En in ieder geval, als we naar de Efteling gaan, gaan we door de week. Dus
In de weekenden hoef je niet te verwachten dat je mij tegenkomt in de Efteling. Dat zal meer in de, door de week zijn. Op maandag tot en met vrijdag. Een van die dagen. Want de weekenden zijn gewoon net zo druk als in de zomer. En is gewoon niet leuk meer, want dan moet je ook gewoon overal weer een half uur verwachten of zo. Half uur droomvlucht. Weet ik voor wat. 20 minuten carnaval. En ik ga gewoon door de week schakelen, want dan kan je gewoon lekker alles kwanten. Het is gewoon veel makkelijker. Ik kan gewoon doorlopen in de attracties. Kun je zelfs nog in de attracties nog 2-3 keer doen. Kijk, nog een paar. Kan ik nog een paar leuke opnames maken. Een paar leuke onrides maken. En is het gewoon veel makkelijker. Het is gewoon veel makkelijker om dingen op te nemen en zo. Dus in ieder geval de Winter Efteling zal ik er wezen. Maar dan ben ik er door de week. Neem ik gewoon wat dagen vrij. In december in ieder geval hoop ik dat ik de hele maand vrij heb. Hoef ik geen vrij te nemen. Kan ik gewoon gaan wanneer ik wil. Meestal ben ik december maand altijd helemaal vrij. Heb ik altijd nog wel genoeg uren. Dus ik moet ook een beetje rustig met mijn uren doen. En niet te veel uren meer opmaken. Nou, kijk eens eventjes wat mooi. Oh, wat een mooi plaatje. En dit is gewoon bij mij 2 minuten lopen of zo vanaf mijn huis. Maar moet je kijken. Gewoon bossen. Leuke paadjes. Leuke paadjes, leuke bossies. Ja, ik hoef helemaal niet ver de deur uit. Zou ik ook nog trouwens wel eens een keer willen doen. Ik wil ook nog een keer naar de Veluwe toe. Dat lijkt me ook wel leuk. De Veluwe kan je ook ontzettend mooie opnames maken. En ook waar ik op vakantie naartoe ga. Mijn vakantietripje. Waar ik nog niet ga zeggen waar ik naartoe ga. Daar kan je ook leuk in de bossen filmen. Dus daar zal ik zeker weten ook een leuke bosvideo maken. Ik heb er echt wel ontzettend veel zin in. Ik heb de hele zomer eigenlijk doorgewerkt. En ik ben wel toe aan vakantie. Ik heb de hele zomer doorgewerkt. En nu eindelijk is het bijna zover dat ik op vakantie ga. Waar kom ik nou ergens terecht? Oh ja, dan kom je hieruit. Ja, ik weet al waar ik ben. Toch, waar ben ik nou? Waar ben ik nou gebleven? Nee, ik weet al waar ik gebleven ben. Nou, hier is de kruising. En hier is weer een woonwijk. Dit is mijn wijk wel. Maar het is niet de wijk of de straat waar ik woon. Want dat ga ik lekker niet filmen. Jullie hoeven niet te weten waar ik woon. Er staat er een hele hoorde aan mensen voor mijn deur. Ik vind alles leuk, maar nee. Dat ga ik toch even lekker niet doen. Ik vind het eigenlijk af en toe wel eens awkward om voor mijn deur te filmen. Dat heb ik wel eens een paar keer gedaan. Volgens mij in de vorige vlog met Ramon bij de Ramon die mijn haar deed. Heb ik ook een stukje buiten gefilmd. Zo nog een stuk van mijn kentekenplaat. Dus dat wordt leuk. Dan kan ik nog eventjes gaan blurren. Kentekenplaat van mijn auto. Maar jongens. Dit was de vlog van vandaag. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Gewoon doen, er komen nog hele leuke video's aan. Ondanks dat Negenpleinenfestijn bijna voorbij is. Er komen nog een paar hele leuke delen van Negenpleinenfestijn. En jongens, druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is, dan moet je eventjes het V'tje aanvinken. En dan op dat hokje aanvinken. En dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje, vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex. De groetjes allemaal. En ik zou zeggen, bye. Nou, eens even kijken. Waar gaan we naar? Ik ga naar huis toe. Ook kom weg. Wat is het allemaal? Ook heel mijn stijgen. Gewoon helemaal voetsie. Alles helemaal weg. Nou, doei.